Heropvoeding van Suriname en de rol van vrouwen was het thema van de discussieavond die door de organisatie City Sranang is gehouden. Het doel van de organisatie is gericht op een betere verdeling van de levenskansen van mensen in Suriname. De inleider van de discussieavond was Judith Tilborg. Volgens haar moet men vroeg beginnen met het bijbrengen van normen en waarden. Tilborg zegt dat niet alleen ingespeeld moet worden op nieuwe bewegingen, maar dat er rekening gehouden moet worden met alle obstakels die aandacht behoeven. Tilborg is het niet eens met wat de coalitie stelt dat het goed gaat met onze economie. Ik kan ze niet geloven. En ik denk niet, de fractieleider van de coalitie, van die grootste partij, dat wat hij zegt helemaal niet af te wegen is tegen wat de VES zegt. Die mannen geloof ik, wat zij zeggen geloof ik. Ik vind dat de pastor maar in de kerk moet blijven. Oprechte bezorgdheid. Ik heb ook het nieuws gehoord van meneer Van Troon, die boomkenner, over die ongebreidelde ontbossing. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk schadelijk voor Suriname. Ook heer Sleur en anderen over milieuvervuiling. Tilborg zegt verder dat veel mensen kapot gaan door het verkeerde voorbeeld over te nemen. Een verkeerde inschatting maken van wat het nu is, zal desastreuze gevolgen hebben. Heropvoeden heeft veel meer uitsteeksels, zegt Tilborg. Bijvoorbeeld, wij moeten onze jonge meisjes gaan leren van probeer om niet te vroeg kinderen te krijgen. En krijg niet een schare kinderen die je niet kan verzorgen. Dat is ook iets heel cruciaals waar het verkeerd gaat. Al 30 jaar geleden dacht ik, toen ik hoorde over die introductie van kinderrechten dit en kinderrechten dat. Van, ja, dat is mooi, kinderen hebben ook rechten, ze moeten kunnen praten. Maar het moet niet totaal de verkeerde kant uitgaan. En ik vind nog altijd dat een meisje met een buik niet thuis hoort. Tussen de andere schoolkinderen, dat is mijn mening. Laat ze rustig de baby thuis krijgen. Laat ze de baby gaan krijgen en dan zal ze weer naar school gaan. Maar ik vind dat iets, want anders, weet je, anno 2018 zijn er nog steeds gevallen waar men met het onderwerp intimiteit niet veilig omgaat. Dat was Judith Tilborg, inleider gisteravond bij de discussieavond. Het thema van de avond was heropvoeding van Suriname en de rol van vrouwen. De discussieavond is georganiseerd door de organisatie City Sranang en is gehouden aan de Fayajangstraat, de Flora.